De gemiddelde zoektijd voor een doorsnee woningzoekende in de gemeente Beuningen die een sociale huurwoning nodig heeft is iets meer dan één jaar. In buurgemeente Nijmegen geldt een veel langere wachttijd dan in Beuningen. Veel studenten willen bijvoorbeeld na afronding van hun studie graag in de stad blijven wonen. Volgens RTL Nieuws was er eind vorig jaar in ons land een gemiddelde wachttijd van negen jaar voor een sociale huurwoning. Op het kerkplein in het winkelcentrum van Beuningen wordt nog dit jaar begonnen met de bouw van 30 appartementen in de sector sociale huurwoning. Dat is voorlopig het laatste, want standvast heeft in de dorpskern Beuningen geen locaties meer om nieuwe woningen te bouwen.